Nieuwe week, nieuwe Goeie Vrek. Inmiddels ken je het wel. Goeie Vrek is natuurlijk een soort van Q&A-format. Stuur een vraag in en dan gaat de hele redactie van Gamersnet hem beantwoorden. Ik ben Tom, straks komt de hele redactie aan bod. Maar eerst de vraag van deze week. Hij kwam van Maarten van Loveren. Dank, die guy, Maarten, thanks. Je hebt echt enorm veel vragen op YouTube gesteld. Maakt allemaal niet uit, vinden we ook gewoon leuk. Enthousiasme was raak. En een van de vragen viel mij wel heel erg op en dacht, die gaan we behandelen. Dus without further ado, Maarten, hier komt je vraag. Wat is je favoriete gaming gear? Fucking goeie frack. Ik neem jullie mee naar een tijd waar eigenlijk alles beter was, behalve videogames. Maar wel één dingetje en dat was Philips MBX. En ik heb die Philips ding heb ik ooit een keer gewonnen bij de Game Kings. Die hadden een event in Rotterdam. En ik weet niet meer zo goed wat het was, een soort e-sports ding. Toen al of zo. Ja, toen gingen ze... Volgens mij een of andere toernooi, daar ging ik kijken. Nieuw. Dan gaven ze het Philips MBX systeem weg. Een vriendje van mij won er, maar die deed er niks mee, dus die gaf hem aan mij. En dat was een systeem, super vet, met lampjes, zoals Ambilight, die zeg maar dezelfde kleur gaven op de speakers. En die gaven dezelfde kleur als je beeldscherm. En er zat een polssteun bij met trillingen. En dat was de meest legendarische feature ever. Er zaten twee ventilatoren bij. Dus als je dan bijvoorbeeld Crysis speelde, die ik op een gegeven moment had ik een computer waar ik Crysis kon spelen. Ja, dat had ik. Als je een Crysis speelde dan, en je gooide een granaat en die ontplofte, dan kwam er zo'n windvlaag in je gezicht. En dat was zo fucking vet, dat gaf zo'n vette vibe. Alleen ja, Philips MBX, die was al heel snel, werd het niet meer ondersteund, want niemand had het. Niemand gebruikte het, dus alle publishers en gamemakers, heel weinig mensen maakten echt hun game zodat het echt goed werkt. Weet je wel, dat was wel een soort algemene setting, net als dat je met 3D hebt en je kon alles 3D kijken. Maar dan is het net niet, weet je wel. Dus echte games die ervoor gemaakt of die de functie in hun game hadden gedaan, zoals bijvoorbeeld bij Crysis, daar waren veel te weinig games. Uiteindelijk heb ik het niet meer gebruikt. En het is ook uiteindelijk nooit echt doorgebroken. Wat super jammer is, want het zou nu met VR super vet zijn. Maar wat als je in een X-Wing zit en je voelt zeg maar de wind blazen? Dan heb je A, een lek, of B, een airco. Dat zou super vet zijn. En verder wat ik nu nog gebruik bij Randruptuur is dan gewoon mijn headset. Wat ik heel fijn vind. En mijn stoel. Mijn AK Racing Arctica. Dat is natuurlijk heel chill. Dus dat is eigenlijk nu mijn favoriete gaming gear. Wat is mijn favoriete randapparatuur? Nou, eigenlijk zijn dat twee dingen. Twee. En de eerste is eigenlijk meer een algemene randapparatuur. Wat ik meteen even voor de rest ook wil zeggen. Want ik was afgelopen weekend natuurlijk op de party. En als één ding mij opvalt, wat alle gamers eigenlijk niet gebruiken, maar wel nodig hebben qua randapparatuur, dan is het toch echt wel deodorant. Mensen, bestaat, alsjeblieft gebruiken, want je meurt. Als je gamet, ik zweet zelf ook als ik aan het gamen ben, op het begin denk ik ook van holy shit, wat is er tussen mijn armen dood gegaan. Gebruik gewoon een keer die deodorant, ja. Doe de wereld een plezier, alsjeblieft. Mijn andere randapparatuur, wat eigenlijk echt mega handig is, ik ben echt, zoals je net al misschien merkt, ik ben zwaar van de tilt. Als mij iets niet tegen zit, of als het niet gaat in een game, dan flip ik hem gewoon helemaal uit. Dan moet ik even ergens op slaan of even, weet je wel, even een tikje geven. Dan vindt mijn vriend het natuurlijk niet zo leuk. Dus heb ik een iets grotere stressbal voor een poppetje gehaald. Waarbij ik iedere keer als ik League speel en mensen bannen Teemo of zo, of er gebeurt iets raars, dan stamp ik gewoon een keer tegen die bal aan en dan gaat het weer prima. Ik ben nooit iemand die erg veel zit te klagen in de chat, weet je wel, van hey, sterf en ik hoop dat je moeder doodgaat en AIDS krijgt. Ik doe gewoon een tikje geven tegen een bal. Spaart je de tafel, spaart je apparatuur. Briljant, ik raad het iedereen aan. De beste randapparatuur 2017. Dankjewel. Oké, Maarten, serieus, oprecht. Een van de leukste vragen die we tot dusver hebben gehad. In ieder geval in mijn ogen persoonlijk. Want we hebben natuurlijk Gamersnet Gear, waarin we dan elke dinsdag en woensdag ook op YouTube de nieuwste tech behandelen. En allemaal gear en allerlei dingen. Dus echt honderden toetsenborden, muizen, whatever the fuck, is allemaal langskomen. En er is nooit iemand geweest die zoiets heeft van... Wat is nou je favoriete stukje tech wat je behandeld hebt, Tom? En daarom vond ik de vraag ook heel erg leuk. Ik moest er alleen wel even over nadenken. En uiteindelijk ben ik toch gesetteld voor hetgeen wat mij het meest die nerdy, geeky tech hart laat kloppen, weet je wel. En dat is dus deze unit. De Xbox Elite controller. Niet alleen voor Xbox One, werkt natuurlijk ook gewoon op PC. Kun je allemaal zien in de games dat Gear ervan is verschenen. Maar nee, dit is oprecht een van mijn favoriete stukjes tech, omdat het spreekt precies aan op wat ik wel tof vind. Dat je gewoon gemakkelijk een apparaat naar je eigen hand kan zetten. Ik snap, dan kun je met toetsenborden, kun je met muizen, kun je soms met headsets ook, weet je wel, klik, klik, klak. Maar de Xbox Elite Controller doet het gewoon op een hele vette manier, dat je gewoon alles werkt gewoon met magneetjes en klik, klak eraf. Hij voelt gewoon heel erg goed
Ligt lekker in de hand, werkt op PC, werkt op Xbox. Helaas geen Bluetooth, dat is wel jammer. Dat hebben die nieuwe Xbox controllers wel, deze dan weer niet. Maar nee, het feit dat die flippertjes erop zitten. En het is ook typisch zo'n puntje waarvan je zoiets hebt van... Sony, waarom hebben jullie nog niet zo'n ding? Natuurlijk, je hebt die Nacon controller, je hebt die Razer controller voor Sony. Maar PlayStation 4 heeft niet een Elite controller. En dat vind ik stiekem dan ook wel weer vet dat Xbox dat dus wel heel goed op inspeelt. Gewoon het feit dat je, weet je wel, je jenkt er zoiets vanaf en heb je zoiets van... Oh, heb ik een convex of zo'n... Juist zo'n helling puntje nodig om voor een duim op te leggen. Vind ik gewoon tof. En plus het feit, ik heb nu ook... De Gears of War D-pad erop liggen. Dat vond ik dan ook wel tof. Dan ben je op Gamescom en dan geven ze allemaal goodies weg. En een van die goodies is dus gewoon dat ene plaatje. Dus gewoon dat ene plaatje waar dan gewoon je Gears of War layout op staat. Dat is super exclusief. Maar ja, dat kun je dan wel. Het is sowieso de vetste goodie ooit. Dat is alvast voor een nieuwe goede frek. Vetste goodie ooit. Omdat die daadwerkelijk te gebruiken is. Gewoon zo klik op je Xbox Elite controller. Dus ja, dat is iets wat gewoon in mijn hart gaat dat een beetje sneller van kloppen. Dat ik denk van, dat is heel goed ingespeeld op de consument. Ja, is dan €150. Oké, dat is duur. In de verkoop kun je hem af en toe wel even iets. Weet je wel, als het uitverkoop is, dan zou ik hem oppakken. Maar nee, oprecht een van de tofste dingen die ik heb mogen behandelen. En nog steeds heel erg blij mee. En ik gebruik hem nog steeds bij elke stream waar ik een controller voor nodig heb. Dus op Xbox of PC, maakt niet uit. Ik gebruik dit ding. En verder ben ik gewoon een Razer fanboy. Dus ja, ik vind gewoon die toetsenborden en muizen en headsets allemaal tof. Maar goed, dat wisten de meeste mensen wel van mij. Krijg je ervan? Ik heb een groen hart blijkbaar. Ja, mijn favoriete randapparatuur. PlayStation 1 controller, PlayStation 2 controller, PlayStation 3 controller, PlayStation 4 controller. Het oplaadkabeltje van de PlayStation 4 controller. Nee, gekkigheid. Nee, ja, ik gebruik helemaal niet zo heel veel randapparatuur naast gewoon een controller of een headset. Maar ja, ik ben geen groot fan van headsets. Dus toen zat ik te denken, ja, wat is nou eigenlijk de vetste randapparatuur die je kunt gebruiken bij een console of een pc of iets. En toen kwam ik op iets heel nostalgisch, de Game Genie. De Game Genie is een apparaatje wat je kon gebruiken voor onder andere de SNES en de Sega Mega Drive. En die kon je zeg maar, volgens mij op de cassette klikken of in de console klikken en daarmee kon je... Ja, eigenlijk cheaten. Het veranderde zeg maar de binaire code van games, waardoor je... God mode aan kon zetten, zeg maar. Dat je gewoon niet dood kon, of oneindig munitie, of extra hoog springen. Of je kon in bepaalde levels beginnen waar je nog niet was geweest. En het was eigenlijk gewoon een soort van cheat machine. De ultimate cheat machine. En het was super vet, omdat wat is nou vetter dan gewoon cheaten in games? Kijk, toen je op een gegeven moment Game Genie niet meer had, toen kon je gewoon op de PlayStation 2 natuurlijk. R1, R2, pijltje of een paar cirkels draaien, weet ik veel van knoppen. En dan kon je ook cheaten in GTA bijvoorbeeld, of andere games. En dat moest je op die manier doen, maar eigenlijk was de Game Genie toch de grondlegger van het cheaten, van het vals spelen. En dat doen we graag in deze maatschappij, vals spelen in games. En dat is gewoon vet, als je gewoon niet dood kan gaan. Dat er gewoon een monster voor je neus staat en die schiet je helemaal kapot en jij hebt echt zoiets van bam, 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 er gebeurt niks. Bam, shotgun. Bam, dood. Ja, en dat maakte de Game Genie toch wel tot een van de vetste, misschien wel de vetste, randapparatuur, zooi, dingest van het hele game gebeuren. Dus, ja. Nou, zodoende, dat is alle gear die ons het meest aanstaat, zij het dan wel behandeld in Gamersnet Gear, waar je nog altijd elke dinsdag naar kan kijken op gamersnet.nl, of gewoon iets wat we zelf ooit een keer hebben opgepakt. Maakt allemaal niet uit. We zijn vooral benieuwd naar wat nou eigenlijk jouw favoriete stukje van je setup is. Is het een headset? Is het een stoel? Is het een bureau? Het maakt allemaal niet uit. Vertel ons wat jouw favoriete gaming gear is. Of bijvoorbeeld wat je nog een keer behandeld wil zien worden in Gamersnet Gear. Maakt verder niet uit, we zijn natuurlijk ook op zoek naar nieuwe vragen voor volgende week. Dus heb je een leuke persoonlijke vraag, of 20, net zoals Maarten 2 weken terug deed. Allemaal prima, drop ze hieronder. Interessante, leuke, persoonlijke vragen over games. We willen het allemaal zo graag mogelijk behandelen, dus stel ze. En dan gaan we vanzelf kijken wat er volgende week in Goeie Frek aan bod komt. Without further ado, ik was Tom van Gamersnet.nl. Heb een fijn weekend. Gewoon geniet ervan. En tot snel hopelijk, op de website, of op YouTube, of op Twitter. Volg mij, ik ben aandachtsvoer. Doe het. Mijn naam stond in beeld. Zit ook op Instagram. Foto's.